eerste workshops hier in 2002-2003. Was gewoon Tex-Mex muziek uit Texas. Instrumentale polka's en walsen. En daar hoort dus in deze combinatie, zoals we hier staan, wordt er traditioneel gespeeld met bajo sexto op deze gitaar. En accordeon die dan niet de linkerhand speelt. Dus we laten jullie een beetje authentieke Tex-Mex horen. Kort kan je het vertellen over die bajo sexto? Ja, ja. Dit is wel interessant. Het is eigenlijk een 12-snaar instrument. Ik heb hier nu 10 snaren opgelegd, maar eigenlijk heeft hij 12 snaren. En het is eigenlijk zijn het de onderste 4 snaren van gitaar. Maar dan een toontje lager. En daaronder zitten nog 1 of 2 echte basstaren. Dus je krijgt een instrument waarmee je eigenlijk bassen en akkoorden tegelijk kunt spelen. Het is gewoon een compleet begeleidingsinstrument. En met dit instrument in handen hadden ze eigenlijk geen behoefte meer om de bassen van de trekzak te spelen. Dus zo is die muziek eigenlijk ontstaan. Het is wel afgeleid van gewoon Spaanse gitaar, maar het is echt een begeleidingsinstrument. Ik kijk of ik nog een beetje gestemd ben. En dan gaan we een paar liedjes doen.
Nou, daar zit je hier voor zo'n publiek. Hartstikke goed, Henny. Heel goed, geweldig. Piet, het podium is voor jou. Piet gaat wat...